zijn in Zutphen. Ja, ons nomadenleven is gestopt na 7 jaar reizen. En nu gaan we eens terugkijken, 7 jaar reizen en ondernemen. Wat heeft het ons gebracht? Als we terugkijken zijn er 3 belangrijke dingen eigenlijk, 3 highlights die als eerste naar boven komen. De eerste daarvan is, en ik denk ook dat dit de belangrijkste is, dat we de ruimte voelden voor een kindje. Het tweede punt is dat we geleerd hebben dat ondernemen, reizen, die combinatie, dat het wel heel moeilijk is om je onderneming te laten groeien. Het was echt 10 kilometer op je handen willen lopen, wat gewoon onmogelijk is. De laatste is de mooiste reis die we gemaakt hebben en die nog steeds gaande is. Maar door het reizen hebben we de ruimte gekregen om ook met oude patronen aan de slag te gaan. Door de reizen konden we makkelijker uit die ratrace stappen en bepaalde patronen gaandeweg doorbreken. Toen hadden we zoiets van als dit zo kan en zoveel tijd voor elkaar, tegelijkertijd geld verdienen met datgene wat we leuk vinden, dan zou een kindje daar heel goed in passen. Die flexibiliteit die we hadden was gewoon heel fijn. Nu gaat het regenen. Ja, netjes. Zeggen is dat we bewust hebben gekozen dus voor meer tijd voor elkaar en dus ook alle tijd voor Filou. De eerste 5 jaar van haar leven hebben we fulltime voor haar gezorgd. Dat is echt een bewuste keuze, daardoor hoefde ze niet naar de crash. Kon ik fulltime borstvoeding geven tot 4,5 jaar. Hebben we prachtig mooie herinneringen met elkaar gemaakt. Heeft ze volledig vertrouwen op ons. Ja, dat zijn toch wel allemaal uitkomsten die we gaandeweg gewoon ook aan de lijve hebben ervaren. En waar we gewoon zo blij mee zijn dat we de keuze hebben gemaakt. En nu staat ze zo stevig en is het tijd voor haar ook om wat meer ruimte te creëren. Ze gaat nu ook naar school. Dat is een van de grootste redenen geweest ook waarom we besloten hebben om ons nomadenleven te stoppen. En om Filou de mogelijkheid te geven om te kijken wat ze ervan vindt om naar school te gaan. Om van andere kinderen te leren. En dat gunnen we haar natuurlijk ook met heel ons hart. De keuze om fulltime voor Filou te zorgen heeft ook zijn consequenties gehad. Daardoor konden we minder met onze onderneming bezig zijn. Dat betekent ook minder inkomsten. Dus daardoor hebben we ook ervaren hoe het is om met minder te leven. En dat het eigenlijk helemaal niet je geluksgevoel omlaag hoeft te brengen. Het is juist die tijd die we samen hebben. Dat was gewoon fantastisch. En onze coach zei het een keer heel duidelijk. Ja, wat jullie doen of willen doen is hetzelfde als 10 kilometer op je handen lopen. En wat ze daarmee bedoelen is aan de ene kant dus de volledige zorg voor Filou, met z'n tweeën, geen hulp om ons heen. En dat had als consequentie naar het ondernemen toe dat het echt wel moeilijk was om tijd daarvoor te vinden. Aan de andere kant, als we kijken waar we nu staan, zijn we trots op waar we nu staan. Had het meer kunnen zijn, vast wel, maar het had ook minder kunnen zijn. Zo kan je er ook naar kijken en ik denk dat dat ook de mindset is die we hebben meegenomen. Toch binnen dat ondernemen zijn we al continu aan het zoeken geweest van oké, hoe kunnen we het dan zo goed mogelijk inrichten, zodat je toch zoveel mogelijk eruit gaat halen. We vonden wel een vorm van oké, we gaan content maken, dus beelden vastleggen van de reizen die we maken. En dat doen we dan voor onze klanten. En aan de andere kant helpen we met onze onderneming ook mensen om ook vrijer te leven. Niet per se op reis te hoeven, maar hoe kan ik nou binnen mijn bestaande omgeving vrijer leven? Dat doen we dus met een coachingsprogramma, keukentafelsessies. Ja, en daar hebben we dus gekozen voor minimalisme ook in het ondernemen. Dat gaat dus ook verder. Ook bijvoorbeeld goed kijken, waar zijn wij nou heel goed in? Waarin maken we het verschil naar onze klanten? Dus niet het maken van facturen en dergelijke. In die 7 jaar hebben we er dus uiteindelijk ook voor gekozen om bijvoorbeeld de administratie helemaal te automatiseren. Dat doen we met AFAS, SB+. Dat hadden we al veel eerder moeten doen, want daardoor heb je echt in minder dan een kwartier per week je administratie op orde. En voorheen was dat ook echt wel een dag per week. Dat zijn wel dingen, dat hadden we misschien eerder moeten doen. Dat bewustzijn, dat je vooral je tijd moet steken in hetgeen waar wij goed in zijn. Waar wij het verschil in maken voor onze klanten. Ja, nogmaals, dat is niet in het maken van facturen. Maar wel in het maken van dit soort video's. Ik ben alweer wat opgewarmd, dus de zon is inmiddels weer gaan schijnen. Kunnen we zo weer eten naar buiten. Toch weer te regenen, dus we zijn weer naar binnen gegaan. Ja. Maar dat is ook wennen in Nederland. Ja. We zijn bij de derde en laatste highlight die we er eigenlijk uithalen. En dat is ook wel de mooiste reis die we gemaakt hebben. Wat is dat voor jou? Ja, dat is toch wel de innerlijke reis. Innerlijke reis als in van dat je dus patronen loslaat die je gewend was, die je mee hebt gekregen al die jaren. Ja. Dus dat ga je natuurlijk ook niet zomaar loslaten. Ook geconditioneerde gedachten. Gewoon heel je denken, zeg maar, over dingen. Ik merk toch dat het reizen wel dingen losmaakt bij jezelf. Dat je denkt, ja, ik heb het altijd wel zo gedacht dat dat de waarheid was. Maar is het wel de waarheid? Ja. Juist door uit die omgeving te stappen waarvan je dacht van dat dat de waarheid was. En meer te zien van de wereld. Verbreedt dat enorm je kijk op wat er allemaal nog meer is. Dat er meer is. Dat het ook anders kan. Dat het ook anders kan. Ja. Je bent als het ware echt helemaal naakt als je zoiets gaat doen. Want je hebt geen baan waar je mee kan identificeren. Je hebt geen mooie kledingkast met mooie kleding-items. Je bent gewoon helemaal naakt. De mensen waar je dan komt, bijvoorbeeld in Mexico of Argentinië, die kennen je ook niet. Nee, dus die zien jou als die reiziger uit Nederland. We konden eigenlijk alles zijn ineens wat we wilden zijn. Ja. Maar dat was nog best moeilijk om dat te beantwoorden wat je dan bent. Daar kom je dan, dat is heel confronterend. Van ja, wat wil je dan? En dat zijn ook die geconditioneerde gedachten. Ja. Je moet iets zijn of je bent iets van je werk of wat voor kleding je aan hebt. En dat valt dan eigenlijk weg inderdaad. Ja. En dat is dat naakt. Ja. En elkaar ook gewoon in die situatie, in verschillende situaties zien dat het even spannend is. Je was volgens mij alleen in Thailand geweest en buiten Europa dan. Ik vond het best spannend om naar Mexico te gaan de eerste keer. Dat is eigenlijk wat je... Dat klopt. Ja, lekker bleu nog. Echt gewoon heel vaak dat je uit je comfortzone moet. Ja. En dan zie je ook van elkaar van hoe ga je daar dan mee om. Leert elkaar in een sneltreinvaart nog beter kennen. Misschien is het wel de ultieme... relatie... Therapie. Ja, precies. Gewoon samen op reis gaan. Ja. Het is een intens leven en woest. Woest leven ook wel, ja. Ja, je gaat door allerlei dingen heen, maar juist ook daardoor zo enorm verrijkend. Zouden we het weer doen? Absoluut. Ja, daar zijn gewoon geen twijfel over. Nee. Terugkijken naar 7 jaar zijn we natuurlijk enorm getransformeerd, om het dan te noemen, van twee corporate dinkies naar toch wel dat we vrij in het leven staan, rustiger zijn, andere blik op de wereld hebben. En dat dus nu ook volop aan het meegeven zijn naar Filou toe. Door het reizen is er ruimte gekomen voor Filou. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar we het meest dankbaar voor zijn. Maar specifiek ook naar het reizen en ondernemen toe. Daar hebben we wel van geleerd. Ja, vooral gaan doen waar je echt het verschil in maakt voor jouw klanten. En dat is dus niet in het maken van facturen. Dus dat automatiseren. Ja, daar kunnen we echt wel van harte aanbevelen om dat zo snel mogelijk te doen. En dan is AFAS een hele fijne partij. Ja. Juist ook voor ZZP'ers of MKB'ers. Het is ook een familiebedrijf, een oer-Hollands bedrijf. En dat past gewoon. Ja, heel toegankelijk. Ja. Dus dat heeft ons echt wel geholpen. Daar hebben we overigens dus nog een video voor gemaakt waarin je ziet hoe wij in 15 minuten per week onze administratie op orde hebben. En ook de BTW-aangifte kunnen doen. Bedankt voor het kijken voor deze video. Benieuwd wat je ervan vond? Laat een berichtje achter onder deze video, vinden we altijd leuk. We zullen ook gelijk reageren. En dan zien we je graag in de volgende video. Tot zondag. Tot zondag. Doei.